Wat je inmiddels wel duidelijk geworden is dat het niet om materialistische dingen gaat. Tenminste, ik hoop dat ik je dat allemaal een beetje heb duidelijk kunnen maken. Dat deze uitdaging echt zit in het voelen van wat bij jou past. Want we hebben namelijk altijd nog zoiets als hart versus hoofd. En mijn uitdaging ligt om van jouw hart een hoofdzaak te maken. Zodat je die strijd niet meer hebt. Want in je hoofd zitten beperkingen en denken we in hokjes. En soms zeggen we dat we geen hokjes hebben, maar dan hebben we toch nog hokjes. En in ons hart voelen we verbinding. En in ons hoofd zijn we bezig met het betalen van de rekeningen en de materialistische dingen. Vakantie, huis, baan, verhuizing, auto. En in je hart voel je liefde, compassie, verbinding, vertrouwen, kracht, energie. Vanuit je hart maak je dus ook verbinding met de ander. En dat verrijkt je leven. Kun je samen de dingen mooier maken. En hoe zit die verhouding bij jou? Zit jij nog veel in je hoofd? En durf je je hart eigenlijk niet te vertrouwen? Of zit je alleen maar in je hart? En loop je daardoor misschien een beetje als een kip zonder kop rond? Ook hierbij is balans heel erg belangrijk. En ik wil je uitdagen om de komende dagen wat meer te gaan richten op de dingen die verbonden zijn met je hart. Dus de energie, de verbinding, vertrouwen, kracht, liefde, dankbaarheid, compassie, tolerantie. Ik wil je voor de komende dagen uitdagen om daar je aandacht op te richten. En kijk wat er dan met je leven gebeurt. Schrijf dit ook weer elke dag op. Schrijf elke dag op hoe dat jij je aandacht hebt gericht op je hart en alle mooie dingen die erbij horen. En hoe dat anders voelde dan voorheen, toen je vanuit je hoofd de dingen benaderde. En zocht naar logische verklaringen. En heel simpel, soms zijn dingen niet logisch te verklaren, maar voelen ze goed. En durf daarop te vertrouwen. Heel veel succes de komende dagen. En ook hier weer bij geniet, geniet. Vier het leven, zoals Mark Anthony zegt. En vier ook deze ontdekkingstocht.